Hallo, ik ben Gijs Scholten van Aanschot en ik ga het hebben over Gavrilo Princip van de warme winkel. Het verhaal wat je gaat zien is een typische de warme winkel voorstelling. Associatief, ontregelend, veel theatrale middelen. En waar beginnen we? Bij Gavrilo Princip, de moordenaar van Frans Ferdinand in 1914, en dat was eigenlijk het begin van de Eerste Wereldoorlog. Die datum is belangrijk omdat je eigenlijk kan zeggen dat daarmee de 20e eeuw begint. Daarvoor en daarna was alles anders. De aanslag op Frans Ferdinand heeft gigantisch veel gevolgen. En wat zien we bij de warme winkel? Mensen die daarmee te maken hebben, revolutionaire types uit het leger, een kaleidoscoop aan rare figuren uit die tijd. Op hun eigen stijl nemen ze je mee in een wereld, ja, die je niet altijd even goed begrijpt, maar die waanzinnig fascinerend is. Je ziet dingen waarvan je denkt, zie ik het echt? Hoe kan dit? Hoe doen ze dit? Het is een hallucinerende voorstelling die even tijd neemt om zich te ontsluiten. Het is geen makkelijke voorstelling, maar voor een rechtgeaarde theaterliefhebber is het volgens mij een must om te zien. Ik denk dat de stijl van de voorstelling, zoals met veel voorstellingen van de warme winkel, nogal eclectisch is. Dat wil zeggen, ze putten uit diverse stijlen. Er zitten af en toe slapstick in, waarin je denkt dat ze aan het improviseren zijn en de acteurs onderling aan het geinen. Er zitten scènes in die bijna illusionistisch werken, waarvan je niet begrijpt hoe ze dat beeld op dat moment kunnen maken. Ik denk ook niet dat ik moet proberen nu die voorstelling bij jullie te duiden of te zeggen daar gaat het over, want ik heb eigenlijk geen idee. Het is zo veel en het is zo verwarrend af en toe. Dadaïstisch bijna. Magritte moest ik ook aan denken. Helemaal in de stijl van die tijd, een Gesamtkunstwerk. Ach, jullie moeten eigenlijk zelf maar gaan kijken.